Vicepresident Ronnie Brunswijk viert vandaag zijn 62e verjaardag. Brunswijk kreeg de felicitaties van president Chandrika Prasad Santokhi, die de hoop uitsprak dat ze samen op de ingeslagen weg en eensgezind zullen voortgaan om te werken aan de duurzame ontwikkeling van Suriname. Ronnie Brunswijk viert zijn 3e verjaardag als vicepresident van Suriname. Een delegatie van de China Dalian International Economic and Technical Cooperation Group heeft gisteren een bezoek gebracht aan president Santokhi. Dalian zal in de toekomst de tweede fase van het Suriname National Infrastructure Project en het Suriname Integrated Coastal Land Riverbed Protection Project ter hand nemen. Met de bedoeling meer investeringen voor en meer werkgelegenheid in Suriname tot stand te brengen. Minister Somaharjo van Binnenlandse Zaken en collega-minister Ramsaran van SOSAVO hebben gisteren gesproken met verschillende religieuze organisaties in zaken acute noodverlichting. In het partnerschap is het streven om de armoede effectiever te helpen bestrijden. Er zijn ruim 5000 aanvraagformulieren verdeeld onder de organisaties voor de koopkrachtversterking. De regering vertrouwt op de integriteit van de religieuze leiders dat ze de groep die de hulp het hardst nodig heeft zal voorzien van de ondersteuningspakketten.